Nou, goedemiddag iedereen. Wat fijn dat we bij elkaar zijn gekomen om te spreken over de vluchtelingen. Die hebben zeker wat steun en aandacht nodig. Vluchtelingenlag is zeker bedoeld om de vluchtelingen te steunen en aandacht ervoor te vragen. En echt veilige omgeving te bieden voor de vluchtelingen. Nou, wil ik beginnen met een klein stukje, een verhaaltje over een vluchteling in het algemeen. Kunnen we onszelf plaatsen in de voeten en in de schoenen van een vluchteling? Stel je voor, je woont in een land waar je je eigenlijk veilig en thuis moet voelen, maar met je familie. En toch hoor je bombardementen of je wordt achtervolgd door bepaalde mensen. En je voelt je niet meer veilig. En het is je thuis, maar je voelt je niet meer veilig, dus je voelt je ook niet meer thuis. Dus je besluit om om al het geld dat je hebt, dus je verkoopt je huis en al het geld dat je hebt, geef je aan de mensen die ervoor kunnen zorgen dat jij naar een ander land gaat. Om daar hulp te vragen. Nou, je komt aan in het land. Je bent natuurlijk heel veel, je hebt heel veel dingen meegemaakt tijdens de reis. En dan kom je aan in het land en dan vraag je om hulp, maar dat wordt niet aan je geboden. Dus je voelt je nog steeds onveilig en nog steeds niet thuis. En mijn vraag is dan aan jullie, wanneer ben je dan thuis en wanneer voel je je thuis? Want thuis is de definitie van een veilige plek en een veilige omgeving. Persoonlijk woon ik al 11 jaar in Nederland. En ik heb heel veel kansen moeten missen omdat ik een vluchteling ben. Ik ga volgend jaar ook studeren aan de universiteit. Dus dat hoop ik, want dat kan niet als je een vluchteling bent. Dus ik ben ook van de campagne van het Generaal Pardon. En ik ga mezelf helemaal inzetten om aandacht te creëren voor de vluchtelingen die al zo lang in Nederland wonen. 11 jaar, 19 jaar, 20 jaar. Zelfs langer, ik hoorde net ook 30 jaar, denk ik. Dat is best wel heftig. Nou, wij verdienen het. Wij zijn er. Wij horen thuis in Nederland. Ik hoor thuis. En heel veel vluchtelingen horen ook thuis. Campagneleden van mij, die zijn. Als jullie even de hand opsteken. Zij zijn de flyers aan het uitdelen. Jullie kunnen de QR-codes scannen van de petities die waar wij mee bezig zijn. Dat zou heel fijn zijn als Rotterdam zich aansluit bij onze campagne en zich laat horen. Rotterdam kan dat en ook het hele land. Dank jullie wel. Rotterdam kan het. Dank je wel.